Ligt u soms wakker van een kernoorlog? Mijn onderzoeksdomein omvat de internationale veiligheid en meer bepaald kernwapens. Kernwapens zijn massavernietigingswapens. Gelukkig bestaat er een verdrag dat stelt dat die kernwapens moeten geëlimineerd worden, het nucleair non-proliferatieverdrag. In een nieuwe onderzoekspaper, gebaseerd op literatuuronderzoek, tracht ik de impact van nieuwe wapensystemen op kernwapens in te schatten. En er is een consensus in de literatuur dat stelt dat die impact destabiliserend is. Gevaarlijk voor de internationale vrede en veiligheid. In mijn paper ga ik een stapje verder en vraag ik me af of we dan best die nieuwe wapensystemen limiteren en mogelijk elimineren, of dat we dan toch maar gaan voor de kernwapens verder te beperken en te elimineren. En dus ik kom tot de conclusie dat de tweede optie de beste is, kernwapens elimineren, zoals dat verdrag al stipuleert. Dat heeft dan ook het voordeel dat we een alternatief hebben voor die nucleaire afschrikking, met name afschrikking door conventionele wapens, die nieuwe wapensystemen, die inzetbaar zijn en dus ook geloofwaardiger als afschrikkingsmiddel. En voor de rest kan ik enkel hopen dat onze beleidsmakers mijn onderzoek ter harte nemen.